Nou, ik ben de Garmin VivoFit aan het testen op de fiets. En eigenlijk is de test negatief. Want dit werkt voor geen meter. Je kan hem goed aflezen tijdens het fietsen. Maar ik heb ook mijn Garmin 19 XT bij om de afstand te meten. Je ziet een rondje van 53,3 kilometer. En de VivoFit die registreert maar 2,24 kilometer. Dus ja, je hebt je handen natuurlijk gewoon stil op het stuur. Dus je beweegt wel een klein beetje, maar nauwelijks. En dat deed de Jawbone bijvoorbeeld een stuk beter. Die registreerde het stuk fietsen een stuk beter. Dus de Garmin VivoFit voor het hardlopen en bewegen en het fitness gewoon prima. En voor het fietsen niet geschikt in mijn ogen. Dus dat is de test van deze VivoFit op de fiets. En ik zal hem bij de andere test.